Hallo, welkom bij Vlogboek met in deze video de volgende boeken. Willem-Frederik Hermans met De Donkere Kamer van Damocles, Hafid Bouazza met Paravion en Daan Heerma van Vos met De Vergeting. Willem-Frederik Hermans werd met Harry Mulisch en Gerard Reven tot de grote drie van de vorige eeuw gerekend. Wellicht was hij de meest serieuze van de drie, in ieder geval in interviews. Wat vindt u de kwalijkste eigenschap van mensen in het algemeen? In het algemeen een onbetrouwbaarheid, een grootspraak. Dat is een van de meest kwalijke eigenschappen. Het zwaard van Damocles is een uitdrukking uit de Griekse mythologie om het gevaar aan te geven dat boven iemand hangt die gelukkig en zorgeloos leeft. In het boek van Hermans huist dat gevaar in een donkere kamer, de doka waar foto's worden ontwikkeld. Een belangrijk motief in de werken van Hermans is de onkenbaarheid van de wereld. Wij kunnen de chaos van de realiteit niet kennen, maar proberen wel een samenhang te ontdekken met waanbeelden als resultaat. Tel daarbij de personages op die niet te vertrouwen zijn en je komt uit bij romans waarin je als lezer continu vraagtekens moet zetten bij de gebeurtenissen. In De Donkere Kamer van Damocles is het Henry Ozewoud die je volgt. Het begin van het boek is al raar. Zijn moeder vermoordt zijn vader, hij groeit op bij zijn oom en tante en hij trouwt uiteindelijk met zijn 7 jaar oudere nicht Ria. En dat is toch incest. In de oorlog ontmoet hij Doorwerk die zijn sigarenwinkel binnenkomt en dat is het startpunt waarbij je als lezer moet beginnen te twijfelen. Deze Doorwerk lijkt namelijk heel erg op Ozewoud. Zoals een negatief van een foto lijkt op een positief. Doorwerk geeft hem tijdens de oorlog opdrachten en Ozewoud heeft het gevoel een ware verzetsheld te zijn. Maar voor het einde van de oorlog wordt hij opgepakt als landverrader en Doorwerk is dan nergens meer te vinden. Oom Frans, weet u nog wat ik u over Doorwerk verteld heb? Ik heb nooit over Doorwerk gehoord. Portret in de krant was jouw portret. Dat zag ik meteen. Ja, maar oom Frans, Doorwerk leek als twee druppels water op mij. Alleen was zij naar zwart en het mijne blond. Hij was uit Engeland gekomen. Met een beetje goede wil leest De Donkere Kamer van Damocles als een spannend oorlogsverhaal met een opvallende plotwending. Daarbij doet het dubbelgangermotief denken aan een film als Fight Club. Je moet je afvragen, bestaat deze Doorwerk wel? You know why they put oxygen masks on planes? So you can breathe. Oxygen gets you high. In a catastrophic emergency, you're taking giant panic breaths. Suddenly you become euphoric, docile. You accept your fate. Het leesniveau is gemiddeld. De zinnen zijn makkelijk, wat zakelijk en Hermans houdt zeker in het begin de vaart erin. Het lastige zit hem in de hoeveelheid informatie die je krijgt van een onbetrouwbare verteller en een verhaal dat langzaamaan steeds ingewikkelder wordt. Ik schrok me onlangs kapot toen ik Hafid Bouazza weer eens op tv zag. Door het vele drinken is zijn lichaam opgeblazen tot een Michelin-manager, een Jurommeke uit Suske en Wiske. Deze man heeft een groot literair talent, maar het lijkt erop alsof de drank een stuk daarvan heeft doen absorberen. Bouazza is geen schrijver van makkelijke boeken en Paravion is daarop geen uitzondering. Het gaat hier om een sprookje met een lastig leesniveau. In zijn teksten zitten allemaal poëtische begrippen en vergeten woorden uit de 19e eeuw. Als je gevoelig bent voor stijl en dichterlijke omschrijvingen, zit je bij Bouazza aan het juiste adres. In die mirage was Paravion zichtbaar. De trams gleden luidklingelend af en aan. Groepen mensen meanderden door de straten. De rivier de Amstel weerspiegelde de gebouwen en voorbijgangers en voerde de hele wereld mee. De wolken zinderden en in het centrale groene paradijs schonken mensen de zeldzame zon hun naaktheid. Het verhaal is lastig samen te vatten, maar centraal staan drie generaties mannen met de naam Baba Belouk die verplaatsen van Moria, dat aan Marokko doet denken, naar Paravion, dat juist erg op Amsterdam lijkt. De achtergebleven vrouwen ontwikkelen zich tot vrije individuen, terwijl de mannen zich ergeren aan de inwoners van Paravion en heimwee hebben naar de autoriteit die ze ooit hadden. Het sprookje wordt daarmee een emigratieverhaal en dat is precies de kracht van deze roman. Het is een allegorie, oftewel een verhaal met als kern een metafoor. Verwacht magische tapijten, uilen, maar ook een portie erotiek en klagende mannen als karikatuur. Ga Paravion pas lezen als je bereid bent om tijd te nemen voor elke zin. Literatuur voor gevorderden dus, maar wel erg de moeite waard. Is het nou echt gebeurd? Is dat een belangrijke vraag voor jou als je een boek leest? Maakt het voor jou uit als iets bij elkaar verzonnen is alsof het echt is? Daan Heerma van Vos is een jonge auteur die zijn boek De Vergeting speelt met het genre autobiografie. Het boek is een beschrijving, maar tegelijkertijd ook een onderzoek naar het moment dat de schrijver wakker wordt zonder geheugen. Op zich al een unieke ervaring waar je zonder dat je het zelf hebt meegemaakt al filosofisch van wordt. Want hoe voel je je dan en wat denk je als je geen idee hebt wie je eigenlijk bent? Ben ik een man? Het boek De Vergeting is niet zozeer een roman, maar eerder een zoektocht naar de werking van het geheugen. Heerma van Vos vertelt in flashbacks wat er nu precies gebeurd is en wisselt dat af met latere momenten wanneer hij zijn geheugen weer terug heeft en hierop terugkijkt met vrienden. Daarnaast komen er ook nog wetenschappelijke stukken en gedichten in voor. Een wonderlijk boek dus waarin ook wordt verwezen naar films met hetzelfde onderwerp zoals Memento en Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Is er any risk of brain damage? Technically the procedure is brain damage. But it's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss. My head already hurt.
That baby's history. It's all being wiped away. They're erasing you, Clem. You'll be gone by morning. Whoa, careful. Mark, step back. Verwacht dus geen normale roman, maar een bundeling lijnen en teksten met als startpunt die wonderlijke ervaring. Het fragmentarische aspect van het boek maakt het leesniveau gemiddeld. Soms wordt het een beetje saai, maar dan kom je ineens weer een hele mooie zin tegen als al met al zou ik liever alles vergeten dan alles onthouden. Van Vos bewijst dat hij kan schrijven en net wanneer de lezer zich handenwringend opmaakt voor nog meer briljante hoofdstukken, zakt de bodem uit de roman. Aan zelfinzicht in de vergeting geen gebrek. Maar het is de vraag wat die persoonlijke reflecties voor de lezers betekenen. Vrij weinig. Is de jammerlijke conclusie. Ik sluit me aan bij het laatste citaat, want het startpunt van het boek is een boeiend gegeven, maar al die extra hoofdstukken buiten het verhaal om maakt het, zoals ik al zei, een beetje saai. En dan maakt het mij niet meer uit of het nou wel of niet echt gebeurd is.